Hi allemaal, welkom in weer een nieuwe video. En voordat ik verder ga, zoals je ziet, staat Larissa niet naast me. Ze zal er deze hele video niet bij zijn, want zij zit lekker te chillen in Amerika. Mocht je haar vakantiefoto's willen zien, check dan eventjes haar Instagram-account, @LarissaVerbon, want ze plaatst echt super mooie foto's. Ik zou willen dat ik er nu bij was, maar ik zit hier, niet dat ik het hier heel erg heb of zo. In deze video wil ik mezelf weer challengen om iets te doen. En dan een weekend lang. Van vrijdagochtend tot en met zondag. En wat ik wil gaan doen is de Zero Waste Challenge. Daarmee bedoel ik dat ik zo min mogelijk afval wil creëren in dit hele weekend. Vraag je misschien af, waarom wil ik dat? De reden is omdat ik interesseer me gewoon heel erg in de community die echt zero waste is. Ik weet niet, ik ben er een beetje obsessed mee. Ik ben allemaal video's aan het opzoeken. Ik ben echt in aan het gaan storten. En ik vind het super fascinerend. Maar ook echt gewoon heel erg belangrijk. Omdat ik woon hier samen met mijn vriend in deze woning. En ik zie elke week weer een zakje met vuil de deur uitgaan. En dan denk ik van wat is dit nou eigenlijk? Wat is dit voor afval? Het is allemaal best wel onzinnig. Afval, kan dat niet minder? Ik denk dat we allemaal wel weten hoe slecht afval kan zijn voor het milieu. Maar dat we tegelijkertijd, ik zelf ook hoor, niet echt bij stilstaan wat er gebeurt nadat je dus de wijde wereld in doet. Als je zeg maar bij wijze van een plastic rietje hebt en je gooit mee in prullenbak. Ja, is het dan verdwenen of wat gebeurt er dan mee? Nu ga ik wat cijfertjes bijhalen van de website Plastic Oceans. Zo wordt er 300 ton plastic per jaar geproduceerd. Waarvan de helft single-use plastic is. En als ik het heb over single-use plastic. Dan, dus even een voorbeeldje. Is het bijvoorbeeld dit plastic. Er zitten dan wc-rollen in. En als die wc-rollen eruit worden gehaald. Dan kan ik dat plastic gewoon weggooien. Het is niet een bakje die je opnieuw gebruikt of iets dergelijks. En hetzelfde met plastic om paprika's of bananen, dat soort dingen. Dat is, ja, waarom zit het er eigenlijk omheen? En ongeveer 8 miljoen ton daarvan, dat belandt in de oceaan. Nou, dit zijn dus cijfers van die website. Misschien is het inmiddels weer hoger of lager. Ik vind het in ieder geval best wel shocking. Maar ik snap dat je er ook echt totaal geen beeld van kunt krijgen. Dus ik kan je zeker aanraden om de documentaire Plastic Ocean op Netflix te kijken, als je hem al nog niet hebt gezien. Ik had die documentaire afgekeken en toen dacht ik bij mezelf, oké, ik ben al op weg. Ik gebruik menstruatiecup. Ik neem linnentasjes mee naar de supermarkt. Ik neem flesjes mee en anders als ik wel een plastic flesje toch heb gekocht, dan herbruik ik hem weer. Maar ik had daarna echt zoiets van, ik kan nog veel meer doen. Waarom doe ik dat niet? Hoe kan je nou eigenlijk een beetje verandering creëren? Het begint allemaal bij jezelf. Maar het is denk ik ook heel erg belangrijk om erover te praten. Want als ik het niet zeg op YouTube, als ik het niet zeg op Instagram of social media, dan weten jullie niet eens dat ik hiermee bezig ben. Of dat het mij heel erg bezighoudt. En tegelijkertijd creëer ik denk ik wel een soort van awareness, hoop ik. Wie weet inspireer ik jullie en ja, hebben we toch een soort van verandering ergens. Want ik denk dat elke stap in de goede richting helpt. Het is verder geen wedstrijdje. Ik ben ook geen expert. Ik ben hier ook pas, ik ga hier ook pas nu echt full focus in. Ah, en ik ben eigenlijk gewoon heel erg benieuwd hoe het is om er echt veel bewuster nog over na te denken dan dat ik nu doe in het dagelijks leven. Dus ik ga dit weekend lang proberen zo min mogelijk afval te creëren. Ik weet wel een beetje wat ik ga tegenkomen. Zo liggen de supermarkten vol met plastic en sommige dingen zijn niet te voorkomen. Groenten en fruit, terwijl daar kan je wel weer natuurlijk je bewustere keuze in maken. Om er eentje te kiezen zonder een plastic omhulsel. Of gewoon naar een hele andere supermarkt te gaan als het aanbod er niet is. Dat heeft ook een klein beetje voorbereiding nodig en dat heb ik ook gedaan. Dus dat ga ik je nu laten zien. Als je trouwens iets hoort in de video, ze zijn super hard aan het klussen, echt al wekenlang. Dus ik hoor heel veel geboor en getimmer en op dit moment zijn ze stil, gelukkig. Maar ik word er helemaal gek van. Ik heb hier wat voorbereidingen. Ik ga je laten zien wat ik allemaal heb om dit weekend door te komen. En uiteraard ook daarna. Het is niet alleen dit weekend. Voor mij stopt het officieel. Het stopt natuurlijk niet na dit weekend. Oké, nummer 1. De linnen tas. Die komt altijd van pas als je gaat shoppen, boodschappen of kleding. Want dan hoef je niet dat extra plastic tasje te kopen in de winkel. En ik denk dat dat al een hele hoop scheelt. En ik denk dat heel veel van jullie dit al doen. Zo ja, laat het even achter in de reacties. Ten tweede, een flesje die je kunt herbruiken om je water in mee te nemen. Dat is echt super chill. Ik denk dat ook heel veel van jullie dat al lang doen natuurlijk. En dit is mijn nieuwe dopper. Dit is niet gesponsord trouwens. Maar ik vind het een hele fijne fles. Want deze is de nieuwe insulated versie. Dus je water blijft hierin koud. Maar je kan er ook
thee of koffie of iets anders warms in doen. En dan blijft het 9 uur warm. Dus het is een soort van thermosbeker. Volgende zijn deze tasjes om je groente en fruit in te bewaren. Ik heb zoiets van appels, whatever. Dat doe ik altijd gewoon los zonder zo'n plastic zakje. Maar als je bijvoorbeeld losse sperziebonen haalt, dan ga je dat niet allemaal zo bam op die, bij de kassa gooien. Van joh, zoek het uit. En dan is het wel netjes om het bij elkaar in een zakje te doen. Maar dan het liefst zo'n herbruikbaar tasje. Ik heb ze dus in verschillende maten, zoals ik al zei. En je kan ze op van die webshops halen, van die eco-webshops. Vinden ze niet mega goedkoop. Je kan het ook best wel zelf maken. En ja, kijk ernaar. Je kan ook net zo goed gewoon een waszakje gebruiken. Die kosten helemaal niet veel. En het heeft gewoon hetzelfde effect. En dan heb ik hier een tas om bijvoorbeeld brood in te stoppen. Ik heb dat nog nooit gedaan. Eigenlijk ook niet met die groentezakjes hoor. Want brood zit altijd in plastic. Maar je kan dus ook gewoon vragen of ze het misschien hierin willen verpakken. En dan neem je het gewoon mee. En bij de Albert Heijn verkopen ze nu van die linnen tasjes speciaal voor brood. En ook voor stokbrood. Ik vond dat wel heel erg mooi. Ik vond de prijs ook best wel meevallen. Maar die heb ik niet gekocht. Want deze, dit is een beschermhoes van een tas geweest. En die is ook van datzelfde materiaal. En ik had zoiets van ja, kan ik net zo goed dat gebruiken. Verder zie ik ook dat mensen herbruikbaar bestek en servetjes meenemen op pad. Ik had zoiets van ja, dan zit ik weer met dat herbruikbare bestek. Kan ik niet gewoon mijn eigen bestek meenemen? Of is dat te zwaar? Is het onhandiger om dit bestek te gebruiken dan bamboe? Behalve dat het misschien iets lichter is. Ik denk dat het wel meevalt. En kijk nou, hoe leuk is dit bestek? Dit is gewoon, ik ga deze gewoon meenemen op pad. Maar ik denk dat ik hier wel heel erg ver mee ga komen. Ik word trouwens straks opgehaald door mijn ouders, want ze wilden heel graag naar de toko. Dus dat wordt al de eerste challenge. Ik wil daar wel dingen halen, maar ik moet heel veel kijken of ik dat zero waste kan doen. Nou, we zijn heel even wat gaan eten voordat we naar de toko gaan. Ik heb nu al mijn eerste afval gemaakt, zie ik. Ik had het niet verwacht, maar er zit ineens een plastic rietje in. Misschien een zappelsap. Ja, hij zit er nu al in. Dus ik denk dat ik het moet meerekenen als waste. We staan nu in de toko, de Amazing Oriental, hier in Almere. Daar is echt vet groot. Ze hebben hier van alles. Ja, sommige dingen kan je echt bijna niet voorkomen. Als het gaat om plastic, want we hebben gewoon geen verpakkingsvrije winkels in Nederland. Maar je kan dus wel, als je iets haalt, gewoon hele grote hoeveelheden halen. Hoewel, oké, dit is nog niet heel groot, maar hele grote zakken rijst, hele grote zakken van alles. Dat je het in bulk koopt. Ik heb nu niks nodig, dus ik neem niks mee, maar dat is wel een goeie om te weten. Dit is bijvoorbeeld rijst dat je dan in bulk kan kopen. Dan heb je zo'n grote zak. Super handig als je veel rijst eet. En ja, moet je even uitzoeken welke rijst je wil. En dan kan je echt zo'n mega zak van 20 kilo meenemen. Nou, ik ben weer thuis. Zoals ik net al liet zien, gingen we van tevoren nog wat eten. En toen zat er gewoon ineens een vet groot plastic rietje in mijn sinaasappelsap. En toen dacht ik, oh, wat had ik dan moeten zeggen? Ik wil geen rietje erbij, want je krijgt dat nooit. En ik had eigenlijk zoiets van, telt dat nou als waste of niet? Omdat zij het weggooien of niet? Maar uiteindelijk heb ik er wel voor gezorgd dat ik weer zo'n rietje gebruik. Waardoor er, oh, ik raak helemaal in de war hiervan. Ik heb hem gewoon meegenomen. Dus ik tel hem wel mee als mijn waste. Ook mijn servetje. Ik had best wel wat gemorst. Ik had geen reusable servet mee. Dus dit gaat eigenlijk ook al in mijn waste jar. En ik deelde een wafel met mijn moeder. En ik had gewoon normaal bestek. En bij die wafel zat ineens een plastic lepel. Echt, ik weet niet. Dat zat er al bij. En ik kon het ook niet gaan eten met een vork. Dus dit is dan nu al mijn waste. En dan heb ik ook nog papiertje waar het in zat. Ja, dat kan ik over zeggen. De toko zelf was heel erg mooi. Je had heel veel producten ook zonder plastic eromheen. Dus ik heb bijvoorbeeld kousenband meegenomen. Er werd nog wel gevraagd. Nee, er werd niet gevraagd trouwens. Ze wilde het nog in een plastic zakje doen. En toen heb ik gezegd, nou, doe maar niet. Keek ze een beetje verbaasd. Maar voor de rest niks aan de hand. Dus kousenband. Ik heb kousenband gehaald, want ik dacht ik ga een keertje rotti maken. En ik heb een rottiplaat gehaald, want ik dacht ik ga het niet zelf maken. Maar dat ding zit dus gewoon kaart in plastic. En dan verder, omdat ik gewoon echt voor de makkelijkheid die kruiden
wilde, heb ik ook dit gehaald in plastic. Maar verder heb ik ook sambal gehaald, garnalensambal. Deze vind ik heel erg lekker. En deze zit wel in een glazen pot, dus dat is wat dat betreft minder erg. Dus ik moet zeggen, het is echt nog heel eventjes wennen. En wat ik ook wennen vond, is dat mijn ouders gingen bijvoorbeeld nog bij een andere toko lekker vers Indonesisch eten halen. En dat zat allemaal in plastic bakjes en er werd nog plastic folie overheen gedaan. En ik dacht, ja, dat kan ik eigenlijk niet doen. Toen had ik mijn eigen bakje mee moeten nemen en die had ik niet bij me. Dus ja, als het gaat om gemaksproducten en zo, dan krijg je al heel snel plastic erbij. En dat is dan gewoon even wat nadenken. Ik baal een beetje van mijn gekochte plastic, maar het is nu al gedaan. Dus alsjeblieft, wees niet te boos op mij. Ik ben pas net begonnen en baal er wel van. Ik ga nu heel eventjes de rest van de ingrediënten halen, omdat ik toch gewoon, weet je, ik ga die roti maken. Dus ik moet kip hebben en een paar aardappelen. Dus ik ga naar de Turkse supermarkt om losse aardappelen te halen, denk ik. Ik heb geen idee hoe ik die kip ga halen. Ik denk dat ik een plastic bakje ga meenemen en vragen of ze het in kunnen stoppen. Dat zou echt super chill zijn. Nou, ik ben net even naar de Turkse supermarkt geweest en daar heb ik aardappelen gehaald. En er werd niet gek gedaan of zo dat het in zo'n zakje zat. Ik heb een stuk of 6 gepakt. En dan heb ik hier mijn kipdijfilet. Ik heb gevraagd of het in een plastic bakje mocht en dat was geen probleem. De meneer die me hielp had al meteen door dat het was voor het milieu en ik vond het helemaal oké. En hij had het zelfs nog gewogen in een plastic zakje, zodat ik niet voor het bakje hoefde te betalen. En toen heeft hij het daarna voor mij in het bakje gedaan. Dus dat was wel echt super lief. Dus missie is geslaagd. Ik ben ook nog heel eventjes gaan kijken voor olijfolie. Want in de Twijnstraat heb je een winkeltje waar je flesjes kunt tappen met vers olijfolie. Maar die was helaas op, dus die heb ik laten staan. En ik kan voor €1 een glazen flesje halen die je ook steeds weer opnieuw kan gebruiken. En het leek me wel chill om weer even een goede olijfolie in huis te hebben. En bij de Ecoplaza heb ik ook nog heel eventjes gekeken voor de musli, want die kan je daar tappen. En daar hoef je dus ook geen verpakking voor mee te nemen. Je kan het in papieren zakjes doen. En ik denk eigenlijk dat het ook wel mogelijk is om het in zo'n zakje te vullen. Hoewel ik niet weet of het dan te veel gaat kruimelen. En dat vind ik ook een heel mooi systeem. Maar ik had al gezien dat wij thuis al heel veel musli hebben. Dus dat was niet helemaal nodig. Maar ja, de Ecoplaza blijft natuurlijk wel een perfecte winkel daarvoor. Ik wil dat ook eigenlijk alleen even aan jullie laten zien dat het dus wel mogelijk is. En ze hadden ook pijnboompitjes en andere dingen en noten. Dus top. Hele goede morgen. Het is vandaag dag 2 van de challenge. Oftewel zaterdag. Ik wil het heel eventjes hebben over het schoonmaken van mijn gezicht. Want ik wilde eigenlijk even opfrissen en de deur uitgaan en dan sporten. Maar toen bedacht ik mij, als ik nu een watje gebruik, dan is het ook weer afval. En wat eigenlijk een veel betere optie is, is natuurlijk om met een washandje je gezicht schoon te maken. Of met een borsteltje. En die heb ik ook gewoon. Maar die gebruik ik eigenlijk niet dagelijks. Ik weet niet of jullie deze nog kennen. Hij is echt super fijn. Dit ding trilt en dat is een beetje een scrubachtig ding. En ik gebruik hem dus maar om de zoveel dagen. Maar ik kan hem net zo goed elke dag gebruiken. En verder, als je oorschoon maakt, heb je natuurlijk vaak van die wattenstaafjes van plastic. Maar je hebt ze dus ook van hout. Dat wilde ik even laten zien dat ik ze laatst heb gehaald. Maar ik heb er nog heel veel van plastic liggen. Verder heb ik ook mijn afwas gedaan. En toen is deze opgegaan. Dus dat is, ja, afval eigenlijk. Het is natuurlijk niet, ik heb niet de hele fles opgemaakt vandaag of zo, maar over dezelfde tijd. Maar ik moet hem wel mee rekenen in de waste. Dit is van het merk E-Cover en het is recyclebaar plastic, 100% recyclebaar. Verder zijn de ingrediënten ook van plantaardige oorsprong en zo, dus sowieso een fijn merk. Niet alle flessen, zeg maar, of niet alle plastic dingen, die kun je recyclen. Omdat er bijvoorbeeld kleurstoffen in zitten of andere soorten stoffen in verwerkt zijn, waardoor het niet gerecycled kan worden, als ik het goed zeg. En daar hebben ze wel rekening mee gehouden met deze flessen, dus het is dan wel belangrijk dat ik dit ga scheiden, want ik heb bij mij alleen glas, papier en afval. Gewoon al het afval. En dan wordt alles gewoon bij elkaar gegooid en daarna op een berg gegooid. Dus wat ik wel kan doen is al mijn plastic afval dat ik heb, degene die je kunt recyclen, die verzamelen en die dan apart naar de stort brengen bijvoorbeeld. Dus even een kleine tussenupdate. Dit is de waste tot nu toe. Er zit hier ook mandarijnschil in. Ik moet dit op het einde gewoon even scheiden en kijken wat voor verschillende soorten dingen ik heb. Want er zit ook papier in en plastic. Ik heb inmiddels gesport. Ik heb nog een klein saunaatje meegepakt. Ik ben gedoucht. Ben nog in een vet grote regenbui beland. En heb net even een dutje gedaan. Niet een hele spannende zaterdag. En het regent ook al de hele tijd. Dus ja, ik denk dat thuis zitten is het beste voor zero waste. Want ik heb helemaal niks aan afval gemaakt. Het is alleen wel te denken dat ik heel even naar de bakker wil om iets van een donut te halen of zo. Ik ben ongesteld geworden vandaag. Gebruik de menstruatiecup, dus dat is ook geen waste. En ik heb gewoon echt super veel zin in een donut.
Maar ik heb echt geen zin om door die regen te gaan. Vriend en ik zijn net even naar de bakker gegaan. En ze hadden geen donuts, maar wel bossenbollen. En daar had ik echt heel erg zin in. Dus het is wel afval, maar ja, ik vind dat wel prima. Want dat is goed te recyclen. En dan heb ik ook nog een brood gehaald. En die heb ik laten stoppen in deze stoffen tas. En hij was wel echt een beetje groot. Maar het is uiteindelijk nog goed gekomen. En de vrouw van de bakker vertelde mij ook dat heel veel mensen daarom vragen. Dus dat vind ik super goed om te horen. Dus mocht je erover twijfelen, het is echt niet gek om te doen. Het is een heel brood, dus dat is nogal veel voor met z'n tweeën om in één keer op te eten. En om het vers te houden, vries ik het graag even in. En ik probeer altijd de Ziploc bags te bewaren. Dus hier stop ik ze in, dan vries ik ze in. En na afloop kan ik ze weer herbruiken. Hi allemaal, het is vandaag dag 3, oftewel zondag. Ja, ik heb vandaag eigenlijk helemaal geen plannen. Het is buiten super regenachtig. Het regent eigenlijk alleen maar. Dus ik ben eigenlijk wel blij dat ik de deur niet uit hoef. Ik had vandaag eigenlijk afgesproken om met een vriendinnetje te eten. Maar dat gaat dus niet door. Dus ik moet heel even kijken wat ik dan ga doen met eten vanavond. Maar ik denk dat ik deze hele dag niet per se iets hoef te kopen. Dus ook geen vuil hoef te maken. Maar we gaan het zien. Nou, het is nu avond. Ik heb net avond gegeten. Ik heb dat gemaakt van dingen die ik nog in mijn vriezer had liggen. Dat is nu nog niet opgegaan. Dus dat is in principe nu nog geen afval. Straks natuurlijk wel. Ik heb eigenlijk echt niks gedaan. Echt een typische zondag. En toen was het weer maandag. Nou, het weekend is voorbij. Ik heb het hele weekend voor mijn gevoel een beetje opgesloten gezeten thuis. Want het regende, het was koud, het was grijs. En nu schijnt de zon weer. Ik moet zeggen dat ik daar wel echt heel erg blij mee ben. Maar het is tijd voor een kleine recap. Afgelopen weekend ging ik voor zero waste. Maar laten we eerlijk zijn, dat was veel te hoog gegrepen. Dat is eigenlijk ook niet te halen in één weekendje. En sowieso is zero waste echt moeilijk. Dan zou je al je make-up producten en al je dingen zoals shampoo en dergelijke zelf moeten maken. En ja, dat is gewoon heel erg lastig. En daarbij ligt het ook wel een beetje in de handen van de bedrijven. Ik vind dat zij wat meer mee zouden moeten werken als het gaat om het creëren van minder afval. Als het gaat om minder plastic afval, dan moet ik zeggen, dat was veel makkelijker dan ik dacht. En ik denk dat we zeker dankbaar moeten zijn voor de mensen die voor ons dat eigenlijk makkelijker hebben gemaakt. Want mensen kijken niet gek op als je naar de groenteboer gaat of de slager of de bakker met je eigen tasje en het idee dat je dus geen plastic wil. Want het is gewoon, het is sowieso nu echt al een hot topic. Ik denk dat iedereen er steeds bewuster van wordt. En ik denk dat het ook erg belangrijk is dat we met z'n allen iets bewuster worden van wat we doen in deze snelle wereld. Want alles is snel, alles is makkelijk en je denkt er eigenlijk niet zoveel meer over na. Maar juist die bewustwording hebben we weer nodig om het een beetje tegen te gaan. Het voelt ook een beetje alsof je op dieet bent, maar dan een plastic dieet. Want bij elk ding, je kan niet zomaar iets doen. Je moet wel eventjes denken van, hey, zit hier plastic omheen? Zit hier, wat voor verpakking zit hier omheen? Is het glas? Is het plastic? Is het papier? Kan ik dit wel of niet doen? Dus nogmaals, ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En ik hoop dat jullie na het zien van deze video ook misschien iets bewuster worden van wat je allemaal gebruikt. En misschien kan je op je eigen manier een steentje bijdragen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat iedereen het gewoon lekker op zijn eigen manier doet. Want weet je, als je net als ik gewoon je eigen planning kunt maken, dan is het natuurlijk heel makkelijk om naar een marktje te gaan. Of elke dag op en neer naar de supermarkt om wat groenten te kopen zonder plastic eromheen. Maar als je een fulltime job van 40 uur hebt en je komt pas om 8 uur thuis, kan ik me voorstellen dat je leven er heel anders uitziet. En dat je in sommige dingen gewoon, dat je er gewoon even geen fut voor hebt. En ik weet eigenlijk wel zeker dat heel veel van jullie ook al goed op pad zijn. En nogmaals, ik denk dat we dit echt niet moeten zien als een wedstrijd. Maar gewoon als iets dat we allemaal kunnen gaan doen. Het is niet zo dat als je buurman of buurvrouw veel minder afval creëert dan jij, dat jij slechter bent dan je buurvrouw of buurman. Ik denk dat we allemaal het op onze eigen manier kunnen doen. En ik denk dat het ook wel heel erg goed is als we dat doen. Ik zal nog eventjes mijn afval erbij halen. Kijk, ik had maar een weekend en heel veel producten die ik gebruik, daar zit nog afval omheen, maar gewoon niet per direct. Ik denk dat ik het wel goed heb gedaan, of in ieder geval niet slecht. Want, oeh, wat vies. Ik heb hier een mandarijnenschil gedaan, maar ik heb dat ding in de zon laten staan. Dus dat is helemaal beslagen. Ik zal er eens even uithalen wat er allemaal in zit. Dit is plastic van de Rotti. Plastic rietje, die ik toen plotseling kreeg. 2 mandarijnenschillen. Dat is dan waste. Wat nog wel verteert. Dan heb ik hier ook bijvoorbeeld nog 2 stickertjes. En een plastic lepel. Een servetje. Een papiertje waar die servetjes in zaten. En
nog een stukje van die lepel. Dan deze fles van E-Cover en nog de verpakking van mijn bossenbollen. En deze van papier. En dan natuurlijk ook nog wc-papier. Maar jongens, dat ga ik echt niet in die jar stoppen. Dat vind ik ook echt niet nodig. Ja, en ik denk dat ik ben nu niet heel veel de deur uitgegaan. En ik heb wel best wel wat dingetjes geshopt. Maar ik denk dat elk weekend had er weer anders uitgezien. Nu ziet deze er zo voor mij uit. Ik ben hier wel tevreden over. En ik denk dat het heel erg belangrijk is dat ik hier zeker mee doorga. Gewoon in mijn dagelijks leven. Dus niet alleen dit weekend. Ik vind zelf linnentasjes, herbruikbare flessen en die groentezakjes heel erg haalbaar om te doen in het dagelijks leven. Andere tips zijn natuurlijk de menstruatiecup. Dat scheelt heel veel afval. Als je meer info erover wilt, Larissa en ik hebben er ooit een artikel over geschreven. Die zal ik even doorlinken in de beschrijving. Verder ook iets simpels als de nee-nee sticker op je brievenbus. Dat scheelt heel veel papier, maar ook heel veel plastic. En ik werd zelf echt helemaal gek altijd van die folders. En je kan ze ook gewoon online bekijken. Dus hoe dan ook, laat even weten in de comments hoe jij op jouw manier afval of plastic afval vermindert op je eigen manier. Ik ben heel erg benieuwd daarna. En ook of jij misschien nog tips hebt voor mij en natuurlijk voor iedereen in de comments. Want ik denk dat iedereen wel een beetje bij elkaar gaat lezen. Ik vond het best wel leuk om te doen. Ik vind het resultaat zeker niet slecht. En ja, vond het wel een leuke uitdaging. Larissa en ik zaten te denken om er een serie van te maken. Dat wij elke week iets wel of niet gaan doen. Dus ja, we hebben nog geen naam bedacht voor deze serie. En we moeten heel veel kijken hoeveel ideetjes we daarvoor hebben. Maar ik denk dat het best wel leuk kan zijn om weer onszelf wat vaker uit te dagen. Ja, maar goed, we moeten dan eerst nog eventjes een naam hebben voor deze serie. En misschien ook wat ideeën. Dus als je ideetjes hebt, laat het ook even achter in de comments. Nou, geef deze video ook nog een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal als je nog geen abonnee bent. En zie ik jullie heel graag terug in de volgende video. Doei!